Sammy van Markgraaf werd voor het eerst geboren op 16 april 1990. Sam was een leuk kind met een heleboel hobby's. Sam was gelukkig. Tot 29 maart 2005. Vera van Markgraaf viel 6 meter en 29 centimeter. Sam moest niet huilen. In plaats daarvan luisterde ze naar haar tante Mary. Nou moet je wel een beetje voor je papa zorgen, hè? En dat deed Sam. En ze telde de dagen in haar hoofd die ze voortaan door moest zonder haar moeder. Ik zal beginnen met slechte nieuws, oké? Je bent dood. Deur 1. Reïncarnatie. Je begint opnieuw. Misschien word jij wel de nieuwe Picasso. En dat is het hiernamaals. Is mijn moeder daar? Ja. Kijk eens wie we hier hebben. Opa, Ken. Hallo. Zo blij je te zien. Hey, Sam. Ik heb jou gemist. Ik jou ook. Ze heeft ook nog nooit iets meegedaan. Geen kinderen, geen liefde. Ik wil toch terug. Maar dat gaat niet meer, want je hebt al gekozen. Ik wil terug naar mijn eigen leven. Dat is ten strengste verboden. Ja, maar misschien word ik wel een nieuwe Picasso. Ga je zo gezeik mee krijgen? Het is een geheime route en die is ten strengste verboden, hè, voor iedereen. Dus die wordt natuurlijk aan de lopende band gebruikt. Moet ik hierin? Ja. Sam van Markgraaf werd voor de tweede keer geboren op 16 april 1990. Ben ik nou aan het huilen? Dit is zo bizar. Kan ik dan ook dingen veranderen? Zou ik ook mijn moeder kunnen redden? Dat is niet echt de bedoeling, ben ik bang. Niet vergeten, Ladder glad. Niet vergeten, ladder. Ik weet toch allemaal een teken? Ga je echt alles mee in de war schoppen, hè? Als ik alles opnieuw zou kunnen doen. Wat zou je dan doen?